De sport beachvolleybal wordt steeds populairder in Nederland en ook in de Noordoostpolder is de sport bezig aan een opmars. Sinds 2 jaar heeft volleybalvereniging Fover 90 de beschikking over 3 beachvolleybalvelden. En afgelopen donderdag werd de eerste clinic gegeven aan personeel van de Rabobank. Hoe ging dat? Ja, ging hartstikke goed. Ik ben normaal gewend om eigenlijk jeugdspelers of volleyballers te trainen of een clinic te geven voor volleyballers. Ja, dit waren medewerkers van de Rabobank. Hartstikke leuk, sportieve mensen. Nou ja, als je sportief bent en je hebt een beetje balgevoel, dan komt het eigenlijk meestal wel goed als je gaat beachvolleyballen. Het is wel een technische sport, dus dat maakt het soms nog wel eens lastig. Maar het is hartstikke leuk, het gaat hartstikke goed hier. Dus, we beginnen nu eerst even aan de linkerkant van het veld met aanvallen. En ik wil dus ook dat je bewust de bal in een vak gaat slaan. Beachvolleybal is een sport waarin het weer een hele belangrijke rol speelt. En juist die strijd tegen de elementen vindt Van der Sluis de charme van de sport. Dat vind ik heel leuk, want daar kan je lekker mee spelen. Als je tegenstander zon tegen heeft, ja, gooi de bal omhoog zodat ze hem niet kunnen zien. En het is een grote puzzel beachvolleybal en dat vind ik heel leuk. Dat vind ik echt de charme van de sport. Ja. Hou het compact, hou het kort op elkaar. De beachafdeling van Fover 90 telt nu ongeveer ruim 100 leden. En sinds dit seizoen geeft de club ook beachvolleybaltrainingen. En die trainingen zijn een succes te noemen. Nou, die opgaves waren echt enorm. Er waren heel veel mensen. En je ziet ook dat het ook meer mensen aantrekt. Dat mensen komen kijken ook van wat is er daar aan de hand, wat zijn ze aan het doen. En het begint wel steeds populairder te worden.